Het ministerie van Openbare Werken heeft vandaag de werkgroep personeelsaangelegenheden geïnstalleerd. Minister Riyad Noor Mohammed zegt dat deze werkgroep in het leven is geroepen om de problemen binnen het personeelsbestand te registreren en om de juiste procedures te ontwikkelen voor nieuwe werknemers. Deze doelen moeten het ministerie meer besparingen opleveren. De werkgroep zal verder onderzoek moeten doen naar personen die betaald thuis zitten, zegt Noor Mohammed. Niemand mag beginnen te werken zolang missieve beschikking en groen licht van PZ niet gegeven is. Want PZ gaat alleen groen licht geven wanneer ze met de directeur hebben afgestemd. Heeft die persoon een stoel, heeft die persoon een laars als ze moet beginnen te werken. Toch? Want als we dat niet kunnen garanderen, dan moet die persoon nooit oproepen. Toch? Dus de mensen die verantwoordelijk zijn, kijk, die mensen vragen nu naar salaris, hebben gewerkt 6 maanden. Ik ga van die mensen hun salaris moeten aftrekken, geloof me. Ik ga niet van die belasting betalen. Wij hebben als staat de regels behoren wij te kennen. Toch? Dus laten we daarop letten. Vanaf nu, zolang uiteindelijk denk ik, is het PZ die groen licht moet geven, want die checkt op het laatst wanneer iemand echt mag beginnen te werken, dan pas moet een nieuwe sollicitant beginnen te werken. Ja, toch? Als we geen onderdak hebben, toch? Of we hebben dit en hoe kunnen we die persoon laten beginnen te werken? Ja toch? Dus nemen jullie dit mee? De minister zegt dat er ook op zijn ministerie een landelijke herregistratie zal plaatsvinden. De minister zal zelf op elke afdeling rondgaan om te kijken hoeveel personen er werkzaam zijn. Wat we gaan doen, we gaan landelijk, gaat iedereen zich moeten herregistreren. Ik wil hebben dat al die 7 mensen, als die er zijn, ontduikers, zichtbaar worden. En ik heb de hele uitdraai gehad van PZ, dus we weten precies hoeveel ambtenaren bij ons in dienst zijn. Alles moet 1 voor 1 gevinkt worden. En ik wil het opnemen, ik ga het zelf doen. Ik kom bij alle afdelingen landelijk en ik ga kijken wie er allemaal is. En wie er niet is, die thuis zit, om wat voor reden ook, gaan we oproepen. Dat ik wil er zeker van zijn dat we een schone database hebben en dat niemand beschermd wordt. Ja, toch? Dus dat is een landelijke herregistratie van al onze ambtenaren. Een deel is zelfs zichtbaar via de presentielijsten, maar je moet weten dat een deel thuis mag zitten en gratis salaris mag ontvangen. Dat moet je weten. Toch? Dus op die groep gaan we weer aan het werk moeten zetten. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Hij sprak vandaag bij de installatie van de werkgroep personeelsaangelegenheden.